Koen, we zijn hier bij elkaar om jou te eren. En we eren jou wel op een hele mooie manier. Dat is namelijk met de Dirkje Posma Talent Award. Het is echt heel fijn om die ook aan jou te kunnen uitreiken. Maar voordat we dat doen, is het goed om met jou te praten over wat je gaat doen. En dan daarna ook wat het impliceert voor mensen met cystic fibrosis of andere mensen met andere longziekten. Ja, nee, nou, wat wij eigenlijk willen doen is nog eens goed gaan kijken naar hoe je nou eigenlijk antibiotica gebruikt bij chronische longweginfecties. En in dit voorstel gaat het dan met name over patiënten met een Pseudomonas-infectie met slijmziekte, met CF. En wat we eigenlijk beter willen begrijpen is hoe je doseringsschema's nu zo kan optimaliseren of misschien wel kan combineren, zodat je de ontwikkeling van resistentie zoveel mogelijk kan uitstellen of misschien wel voorkomen. Ja. En dat betekent dat je daar vaak langer bepaalde antibiotica kan gebruiken die bijvoorbeeld minder bijwerkingen hebben voor patiënten. Dus die bacterie die ontwikkelt op een gegeven moment een manier om niet meer gedood te worden in feite door zo'n antibiotica. En wat wij nou eigenlijk willen doen is in het lab en met computermodellen toch nog eens beter gaan kijken naar die doseringsschema's. Want soms zie je dat resistentie tegen één middel ervoor zorgt dat je gevoeliger wordt voor een ander middel. Ja. En dat principe willen we gaan onderzoeken. De jury van de Dirkje Posma Talent Award vindt dat je iets zoekt wat je al in het verleden hebt onderzocht. Hè. Je bouwt voort op iets wat je al gedaan hebt. Ze vinden dat je een heel haalbaar en realistisch voorstel hebt gedaan. Waar haal je de motivatie vandaan om dit te doen? Nou, het is zowel wetenschappelijk interessant om eigenlijk te zien van oké, je behandelt een patiënt met een geneesmiddel, maar over de tijd past in feite die ziekte, die infectie, zich aan je behandeling. Ja, ja. En ik vind het heel interessant om dat te begrijpen. Hoe werkt dat nou? En hoe kan je kennis erover dan vervolgens inzetten om ook weer je behandeling aan te passen aan die verandering, die resistentie? Mooie wisselwerk. Wat heeft dat, wat zij, wat je daar leert, nou voor implicaties voor mensen met bijvoorbeeld astma, COPD, longaanvallen, om er iets te noemen? Kan je daar iets over zeggen? Ja, nou ja, je ziet in feite dat patiënten met COPD, veel andere ook longziekten, ook vaak die chronische longweginfecties hebben. Ja. En daar vind je eigenlijk precies hetzelfde type bacteriën, ook weer die Pseudomonas bacterie, komt daar ook veel voor. En in die zin is er eigenlijk niet zo heel groot verschil. Dus waarschijnlijk wat we kunnen leren, kan je veel generieker toepassen. In dit project kijken we dan met name naar die Pseudomonas bacterie, maar in principe die aanpak die we hier ontwikkelen, zou je vervolgens ook kunnen toepassen op andere veel voorkomende bacteriën, een Staphylococcus infectie bijvoorbeeld. Ja. Dankjewel voor al je informatie. Ik denk dat het heel belangrijk is voor de mensen die Longfonds steunen om te weten wat er met dat geld gebeurt. Het gaat voor een deel naar jou. In de vorm van de Dirkje Posma Talent Award. Dit is de check die daarbij hoort. Ook even aan de kijkers laten zien. En dat is een bijdrage van €200.000. Helemaal verdiend. De jury was heel enthousiast over je verhaal. Wij dus ook. Dus maak er wat prachtigs van. Ja. En laat ons af en toe weten hoe het gaat en hoe het loopt. En dan kunnen we het ook aan de mensen die daaraan bijgedragen hebben laten weten.